Je kind wil je voortang zich aan. Ik kan het niet meer langer zwaaien. Dus het is het wijste dat ik voor Welzijn Stavenberg heet. Ontmoetingshuis Welzijn Stavenberg. Maar het is gewoon ontmoetingshuis. En voor de mensen is dat gewoon de blauwe poort. Omdat de deurbaars binnenkomen blauw is. Hè. Het is voor de kansarmen. Ja, het is voor de kansarmen. Specifiek mensen die moeilijk aan de bak komen. Die hier toch wel een kans krijgen om elkaar te ontmoeten. Om elkaar een babbel te doen. Ja, een stukje in het leven gelijk dat is. Er zijn ook verschillende activiteiten. De woensdag is het altijd praatavond. Dan gaat het over dat de mensen een stuk bezig zijn op die moment. En met degene die ze zijn proberen we iets op te bouwen. Of dat ze ook zelf een waardigheid hebben. Dat ze zelf kans krijgen voor iets te doen. Ja, een stuk kansen geven ze. Ik zeg dikwijls, als ze de kans krijgen die verkoffen op te schenken, dan krijgen ze eigenlijk kans voor een verantwoordelijkheid te nemen. Iets dat die mensen in de maatschappij niet krijgen, een kans voor verantwoordelijkheid te nemen. En nu kunnen ze dat wel. Ik heb hier meer geleerd als sommige vormen van vakbonden, KWB en al die dingen meer. Dus gewoon het verhaal van de mensen daar kunnen luisteren. Dat zijn dingen die ik niet wist. Ik zeg, amai, dus dat is zo niet, maar ik kan dat gebruiken. Dat is eigenlijk een enorme rijkdom. Hij vroeg mijn list nog op de noek. Zeg Jan, ik zing als zuster Geren. En wij hebben gezegd van in het begin, wat we gaan doen, geen dienstencentrum, maar we gaan onze tijd geven aan de mensen. Dus realiseren van, wij zijn niet alleen. Met arme mensen is dat dikwijls zo het probleem, dat ze denken dat dat hun fout is, dat ze alleen in zo'n omstandigheden wonen, dat ze dus kunnen ervaren, wij zijn een groep. En ten tweede, dat ze kunnen ervaren van, eigenlijk zijn wij iemand. Die Brols bij anderen, dat is natuurlijk heel interessant en dat is boeiend voor dat te hebben. Want dat is een belangrijk als erkenning. Die Brols bij anderen is niet zomaar iets. Maar eigenlijk voor ons is het enorm belangrijk dat de buurt een beetje gekend is. Dat men een beetje positief over 2060 spreekt. Want al wat men hier hoort over Zeevoek, dat is allemaal negatief. Er zijn zoveel dingen die positief zijn. Die positief benaderd worden, waar mensen kansen krijgen. Die gewoon niet in het daglicht komen. Het is altijd het negatieve. En die gewoon een formidabel mensen. Maar je moet ze leren kennen.